Winch, Whisky 3, Discus. Heading for lunch. Nou, wat het vetter is aan als je bijvoorbeeld, je hebt spanning in je lijf als je bijvoorbeeld omhoog gaat en dan ontkoppelt en het is mooi als je in je eentje vliegt. Natuurlijk, je lest alleen in het begin met de instructeurs, maar daarna ga je alleen vliegen en dat is natuurlijk voor de eerste keer wel spannend. Ik heb 2 jaar geleden ben ik op SEP heb ik een proefinstructieles van mijn opa gekregen en dat was motorvliegen. Ik ben in die vlucht ben ik verliefd geworden op zweefvliegen, op vliegen. Het zweefvliegen dat is puur vliegen. Je gaat omhoog met een kabel en daarna is het eigenlijk, je doet het allemaal zelf. En dat is natuurlijk echt het leuke aan zweefvliegen. Je moet alleen maar werken, zoeken, zelfstandig zijn, verantwoordelijk zijn en dat is het mooiste. Dus het leuke is, je kunt hier beginnen in het jaar dat je 14 wordt. Als je er genoeg tijd aan besteedt, kun je binnen een maand of 3, 4 kun je solo gaan vliegen. Alleen, op je 14e. Ik mag nu alleen vliegen op de kisten, maar mijn brevet, daar moet ik 16 voor zijn. De gemiddelde leeftijd is, begint een beetje op te lopen. Er zijn hier veel grijze duiven, maar ik denk als je hier ook rondkijkt, dan zie je ook wel wat jonge gezichten. We genieten ervan om ook met hun die hobby uit te oefenen. Mijn grootste droom is om jachtvlieger te worden bij de luchtmacht op de F-35.